Een groep Flevolandse agrariërs heeft woensdagavond een boerenprotest gehouden op de Deel in Emmeloord. Op het plein stonden ruim 60 tractoren geparkeerd en er werden speeches gehouden. Geweldig dat jullie met zoveel mensen zijn gekomen. Er moet wat gebeuren in de Roosvonden. Is het een agrarisch gebied? We moeten onze collega's steunen. De boeren protesteren tegen het plan om minder eiwitten in het veevoer toe te staan. Deze maatregel zou ervoor moeten zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Volgens de boeren gaat de maatregel ten koste van de gezondheid van de dieren en produceren ze ook minder melk. Vanavond hier in Emmeloord op de Deel een boerenprotest. Waarom vind je dat belangrijk om daarbij te zijn? Omdat ik vind dat de boeren moeten blijven bestaan en ik vind dat de boeren de vrijheid moeten houden die ze op het moment hebben. Nou, het weerhoudt je eigenlijk een beetje de vrijheid van het ondernemerschap. En dat is waarom de jonge generatie boer wordt. Gewoon puur het zelf nog een beetje kunnen beslissen tussen de regels natuurlijk. Maar ja, we worden steeds verder uitgeknepen. En het is een keer klaar. Op de Deel werd opgeroepen om de komende tijd vaker actie te voeren om zo de boeren in het hele land te steunen. Zo staat er voor morgen nog een protest gepland in het centrum van Dronten. Waarom zijn de boeren op dit moment nou zo boos? Omdat ze goed genaaid worden door de overheid. Dat is gewoon zo. En al die stikstof. Kijk maar naar Duitsland, die mag 70 keer meer stikstof uitstoten. België mag 140 keer meer uitstoten. Ze hebben allemaal richtlijnen van vroeger op papier gezet. En daar klopt helemaal niks van. Want ieder land in Europa moet gelijk zijn. De Socialistische Partij was ook aanwezig bij het protest, omdat zij aan de kant van de boeren staan. Tjitske Hoekstra van de SP, vandaag hier op de Deel in Emmeloord een boerenprotest. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het fantastisch. Ik word er helemaal warm van onderweg toen ik hier naartoe reed. Toen reed ik al achterop de trekkers en dan denk ik, yes boeren, jullie komen voor jezelf op. Het is best wel uniek in Nederland dat de boeren zo lang volhouden met protesteren. Het zijn vaak solisten met elkaar aan het werk. En ze hebben elkaar nu gevonden dat ze het gewoon niet eens zijn met het kabinetsbeleid. En ik hoop dat ze nog lang volhouden. Ja, de SP is hier als een team hè, vanavond, echt zichtbaar als SP'ers. Dus jullie vinden het belangrijk dat deze protesten worden gedaan? Ja, zoals er nu de laatste wet gevoerd is over het veevoer. Dat is ver over de top van het kabinet. Dit is voor boeren ook niet meer uit te werken. Ze hebben zoveel regelgeving en ik denk dat het fantastisch goed is dat ze opkomen voor hunzelf. Dat ze hun stem laten horen. En met zoveel. Het bleef maar rijden. Ik vind dat geweldig. Daar word ik helemaal warm van. De demonstratie verliep rustig en zonder incidenten.